Welkom bij Leveren Actueel van donderdag 29 juli. De eigenaar van de winkelketen Max heeft de hand weten te leggen op een partij wit- en bruingoed die wegens kleine schade voor weinig werd verkocht. De LCD-televisies vlogen als broodjes over de toonbank en koelkasten, magnetrons, gasfornuizen en brommetjes verlieten aan de lopende band het pand. Wat de klant gratis meekreeg waren de zwarte handen van de geblakerde dozen. Met Curious ging een kijkje nemen. Op zoek naar een tv? Nou ja, altijd even kijken toch? Of wat leuks bij zit. Waarom speciaal hierheen en niet naar een gewone ja, elektronica zaak? Ja, misschien is wel goedkoop te scoren. Wat kan eventueel schade hebben, Ja, alleen de doos als de tv goed is. Je komt eruit met je keus? Ik hoop het wel. Ga we even zoeken. Ben hierheen gekomen? Ja, ja. We lazen het in de krant en dacht je moet gewoon even kijken. Als het iets wat, dat weten we nog niet, maar er is keuze genoeg. Ja. Maar ja, het kan eventueel schade hebben. Ja, maar goed, dat is het risico uh, wat je dan moet nemen. Nou, wat het een... Maar niet intern, is, als het een aan de buitenkant is, dan valt het dan wel een slagje mee. Want ik hoor wel eens de term een loper of een sloper. Ja, goed, die heb ik er. En, en kan ook, uh, goedkoop kan ook duurkoop zijn, hè? dat weet je ook nooit. ja, dus, uh, dit zijn van die unieke gelegenheden dat je daar wel even moet kijken. Alleen is het maar om te kijken, dan is het al mooi genoeg. Ja. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Het aantal Antillianen dat zich bezighoudt met criminele activiteiten is in Leeuwarden gedaald. Leeuwarden is een van de 21 gemeenten die vijf jaar geleden het streven hadden om het aandeel van Antillianen in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar in politiedossiers binnen vier jaar met 30% terug te dringen. Dat is landelijk niet gelukt. Het aandeel steeg zelfs een beetje. Maar uit een onderzoek bleek dat er in Leeuwarden een daling plaatsvond. In vijf jaar tijd daalde het aantal arrestaties van 39 naar 25. De loeiharde knal die gisteren in Leeuwarden gebouwen liet trillen, was afkomstig van een F-16. Dat heeft de vliegbasis bekendgemaakt. De gevechtsstraaljager ging bij een oefening boven de Noordzee door de geluidsbarrière. Op 14 augustus wordt weer het openluchtfestival Explode in de Groene Ster georganiseerd. Het is dit jaar groter van opzet dan het jaar ervoor. Op het Dansfestijn treden meer dan 40 DJ's op. Er komen nogal wat bekendheden, zoals Paul Elstak, The Headhunters, Noise Controllers, Nosferatu, Outblast en Shadowlands Terrorist Live, Da Pauli, Silver Nikan, Diabolik en MC Mouth of Madness en vele vele anderen. De start is erg belangrijk bij het Skoetsje Sielen. Dat bleek ook weer eens op het Snekermeer, woensdag bij Terhorne. Joure had de beste start. Het Skoetsje van Leeuwarden kwam slecht uit de start en kwam als laatste te liggen. Huizem eindigde op de 1 laatste plaats, vlak voor Grauw, dat een protest van Bolstwart tegen zich kreeg. Op weg naar de finish liep Gerard Pietersma met de twee gebroeders van Jannewood een paar scheepslengten weg van het veld en werd winnaar. Leeuwarden eindigde als twaalfde. Tijdens het trainingskamp in Garderen speelde sportclub Kambuur dinsdag de eerste van twee oefenwedstrijden tegen het Griekse FC Ergotelis met 1-1 gelijk. Menzo had gekozen voor Robert van Boksel, die voor het centrale verdedigingsduo Rudy Jansen en Leon Heze speelde. Danny Guit speelde achter de spitsen Mark de Vries en Reza Guttjanejat. Dennis van der Ree maakte het eerste doelpunt. Helaas niet bij de tegenstander, maar in eigen doel. Reza Gutjaniat kwam in de 76e minuut alleen voor de Griekse doelman en scoorde de gelijkmaker. 1-1. Vrijdag speelt Kambur in Loenen tegen het Turkse Sivasspor. Vliegbasis Volkel draagt morgen de Quick Reaction Alert-taak over aan vliegbasis Leeuwarden. Dit betekent dat op Leeuwarden twee F-16-jachtvliegtuigen 24 uur per dag klaarstaan om binnen enkele minuten op te stijgen. Op 20 augustus neemt Vliegbasis Volkel de taak weer terug. De Quick Reaction Alert is een belangrijke taak die de Koninklijke Luchtmacht uitvoert in het kader van de nationale veiligheid. De luchtmacht voert de taak uit met F-16's. Wanneer de gevechtsleiding opmerkt dat een onbekend vliegtuig het Nederlandse luchtruim binnenvliegt zonder radiocontact te maken, worden de F-16's gealarmeerd om op te stijgen en het toestel te onderscheppen. Het filiaal van de ABN Amro Bank aan de Willemskade is woensdagmiddag gesloten geweest nadat een bezoeker door het lint was gegaan tegen een medewerker. De man is hierna verdwenen. Nadat drie politiewagens bij de voordeur waren gearriveerd, dachten voorbijgangers aan een overval. Daar was echter geen sprake van. Een klant was boos uitgevallen tegen een medewerker en schijnt een computer van de balie te hebben gegooid. Wegens de schrik werd de bank om half één 's middags gesloten, maar ging aan het eind van de middag weer open. Zo verleden we een actueel van donderdag 29 juli 2010.